vriendin van mij woont in Nijmegen in een voormalig klooster op een idyllisch stukje land met loslopende kippen en varkentjes die in de modder mogen voeten met zo'n mooie rozenboog voor de deur. Haar baby van 4 maanden slaapt in de groene kinderdagopvang om de hoek in een bedje in de buitenlucht voor middagslaapjes met extra frisse lucht. Aan de andere kant van de weg staat een fabriek. Ze wist dat ze aanleg tot piekeren heeft en besloot tijdens haar zwangerschap geen verontrustende informatie te consumeren. Ze besloot dat ze niet wilde weten wat daar in die fabriek gestookt werd, wat daar geproduceerd werd. En dat begreep ik, want stress is voor een ongeboren baby het slechtste wat er is. Soms is wegkijken, niet weten, best geoorloofd. Aldus onze verloskundige. Sinds begin deze maand is ze vol in paniek, want toen in de media aan het licht kwam dat deze fabriek een asfaltfabriek is, die 17 keer zoveel kankerverwekkende stoffen uitstoot dan is toegestaan en hier ook stelselmatig over heeft gelogen, ja, flipte ze. Sindsdien houdt ze de ramen en deuren angstvallig dicht, mag de kinderwagen niet meer buiten staan, omdat ze bang is voor de roet die neerslaat in de longen van haar baby. Ze voelt zich in de val, benauwd en bang, opgesloten in een oververhitte huizenmarkt waarin ze niet verder kan doorverhuizen, ontgoocheld en vervreemd van haar thuis. Ze is verontwaardigd en ze voelt zich in de steek gelaten door de vleugellamme Nijmeegse politiek die de fabriek niet sluit en hoogstens een boete oplegt van 50.000 euro. Toen we het hierover hadden, wist ik niet zo goed wat ik moest zeggen. Wat kon troosten? Ze vroeg steeds, ja, wat kan ik doen? Ik wilde zeggen dat de Nijmeegse luchtkwaliteit überhaupt heel slecht is door de uitstoot van het Roergebied. Dat Nederland überhaupt qua luchtkwaliteit in Europa onderaan bungelt. Dat luchtkwaliteit binnenshuis eigenlijk nog slechter is dan buiten. Dus het eigenlijk geen zin heeft om je ramen dicht te houden. Dat het idee dat we schoon en gezond zijn überhaupt een illusie is. En dat we microplastics in onze borstvoeding zit. Ja, dat we hoe dan ook eigenlijk gedoemd zijn. Ik schrok van mijn eigen cynisme en ik stopte. We veranderden van onderwerp naar babykleertjes en eerste hapjes. En dit is 3 weken geleden en ik ben er daarna niet meer op teruggekomen. We appen babyfoto's heen en weer en ik weet dat ze bang is, maar we spreken er niet over. Terwijl ook vandaag de fabriek nog steeds open is en ook vandaag 17 keer te veel kankerverwekkende stoffen heeft uitgestoten dan dat is toegestaan. In dit voorbeeld probeer ik een aantal vormen van ontkenning terug te vinden. Mijn vriendin die besloot zich af te sluiten tegen bedreigende informatie om stress te voorkomen. De gemeente die niet ingrijpt, die weliswaar erkent dat het niet mag, maar dat ook weer niet zodanig erkent dat het rigoureus de boel sluit. Het bedrijf dat er omheen draait en heeft gelogen en het nu relativeert en sust. En ikzelf die stilvalt, een cynische opmerking maakt, van onderwerp verandert en het er niet meer over heeft. Het zijn vormen van ontkenningen op verschillende lagen die tussen het politieke en het persoonlijke bewegen. Het woord apathie komt van het Griekse apatheia, wat de weigering of het verzet tegen pijn betekent. Apathie kun je dan zien als een beschermingsmechanisme bij situaties die overweldigend zijn en waarvan het einde niet in zicht is. Apathie als een respons op het ondenkbare, het onverdraaglijke. En zo is het misschien ook wel met klimaatverandering en klimaatontkenning. Dat roept een kluwen van emoties op, vaak tegenstrijdige. We zijn slachtoffer, bystander, dader. We weten niet goed wat nou een juiste hoeveelheid verantwoordelijkheid is. We voelen ons schuldig, machteloos, bang. Volgens de Noors-Amerikaanse sociologe Carrie Marie Noorgaard is ontkenning in ons dagelijks leven een sociale constructie, een sociale organisatie. Of het is sociaal georganiseerd. Het bestaat uit een scala van actieve en inactieve en onverschillige houdingen en gedragingen, zoals het negeren van een onderwerp, wegklikken, doorscrollen. Het goed praten, sussen, relativeren of het zelfs normaliseren van ecologische ontwrichting.
en het je verzetten tegen het idee dat je hier zelf een rol in speelt en dat er iets aan gedaan kan worden. Ze noemen dit ook wel implicatieve ontkenning. Dus je erkent dat er iets aan de hand is, dat klimaatontwrichting gaande is, dat wij er als mensen verantwoordelijk voor zijn, maar je trekt daar geen gevolgen uit voor je eigen leven, voor de verschillende rollen die je vervult. Je gaat door met business as usual. Deze gedragingen en houdingen zijn ingebed in een neoliberale cultuur. Een individualistische cultuur van entitlement. Waarin we recht hebben op onze vliegvakanties. En we recht hebben om hier ons niet schuldig over te voelen. Misschien wel een heel cynische cultuur. Waar een ecologische crisissen worden gereduceerd tot een probleem van het individu. Waarin je wel of niet zorgen over kunt maken. Dat is maar net up to you. Middels gesprekstactieken, gespreksvormen, emotionele normen, zoals we moeten het wel gezellig houden, we moeten wel realistisch blijven of optimistisch blijven, beheersen we een soort van comfortabele verhouding tot klimaatontwrichting. Hierdoor creëren we afstand ten opzichte van verantwoordelijkheid, claimen we de juistheid van onze eigen acties en construeren we een gevoel van onschuld, orde, controle, veiligheid. Dagelijks bij het koffieautomaat, aan de kerstmaaltijd, op kraamvisite. Maar we wonen allemaal tegenover een fabriek. We leven in een tijd van klimaatverandering. We zitten er middenin. Het is niet iets wat voor ons ligt, maar wat gaande is. En die ontkenning, daar doen we allemaal aan mee. Die construeren we, houden we in stand. En het begint bij het opmerken. Het doorbreken van al die emoties en die gespreksnormen. Ook hier. Dat was hem. Ja, kom zitten. Dat was redelijk somber. Vincent, ik weet niet of jij dat ook dacht, dat het een somber verhaal was. Ja, bedankt voor het werkende verhaal. Wat mij te binnen schoot, terwijl je bezig was, is dat over het algemeen je merkt dat mensen als ze geconfronteerd worden met onzekerheid, hun respons is angst. Mm. Nou, dat is één ding. Maar het andere wat mij te binnen schoot terwijl je in je verhaal bezig was, is dat een andere respons is machteloosheid. En vandaar dat ik het heel boeiend vond dat je met dat individuele geval begon van iemand die borstvoeding geeft. En wat is mijn eigen borst? Wat komt daaruit? Ik bedoel, dat je daar volstrekt in paniek van raakt. Ik ben dan toevallig een man en geen vrouw, maar ik kan me dat zo goed voorstellen. Die machteloosheid als je van alle kanten dat soort informatie krijgt. En natuurlijk het haasje over effect van angst en machteloosheid kan iemand heel snel in een hele nare situatie brengen. Dus dankjewel. Ja. Ja, en die implicatieve ontkenning die je noemde, dus dat je wel erkent dat er dingen zijn, maar dat je eigenlijk besluit om je er een beetje voor af te sluiten. Dat klinkt eigenlijk ook als een heel logische reactie, want het is zoiets groots. En hoe moet je je daar als individu tegen wapenen? Ja, ik denk ook niet alleen dat we onszelf niet langer alleen als individu moeten zien, maar ook als onderdeel van een discours. Of sorry, van een collectief, en dat dat ook weer om een ander discours vraagt. Waarin we dus ons meer als onderdeel van een wij zien en als burger. Maar dat is best wel lastig in een, binnen dat culturele weefsel waarin we vooral steeds als consument worden aangesproken en als individu. En waarin het wordt benadrukt dat je vooral, YOLO, je hebt recht op jezelf lekker te ontwikkelen. En aan de andere kant, als jij je plastic maar scheidt, dan komt het misschien goed. Ja. Dus dat is ook best een grote verantwoordelijkheid dan. Ja, en dat wordt dus ook politiek in stand gehouden. Dus bijvoorbeeld laatst kwam naar buiten dat door wat kan ik doen of wat gaan we doen campagne van de Nederlandse overheid. Dat daar dan actief erbuiten is gehouden dat je bijvoorbeeld ook geen vlees meer kan eten. Er is ook gewoon lobbywerk aan de gang. Dat is eigenlijk ook een complot. Maar dan anders, toch? Ja. Absoluut. Ja. Nee, ik las het ook en ik dacht ook, hoe kun je dat er nou buiten houden? Maar inderdaad, lobby. En ik kan me bijna voorstellen dat klimaatskeptici de optimistische groep dan lijken. Als je in zo'n situatie zit waarbij je denkt, het klimaat verandert, het is zo groot, ik weet niet wat ik moet doen.
misschien zijn er technologische oplossingen. Misschien is het allemaal toch niet zo erg als het lijkt. Ja, dat is ook weer, een reducering van het probleem. Hè. Dus deze vrouw die beroept zich op het werk van Stanley Cohen. Dat is een Britse socioloog. En hij onderscheidt drie vormen van ontkenning. Dus hele letterlijke ontkenning. Dus ja, klimaatverandering bestaat niet. Het is niet aan de hand. Maar ook interpretatieve ontkenning. Dus dan geven we er net even een andere draai aan. Dus dan zeg je, klimaatverandering is aan de hand. Maar het komt niet door de mens. Of, maar wij zijn maar zo klein. Hè, en we kunnen toch niks doen. China is veel groter. Of klimaatverandering is aan de hand. Ach, het is een technisch vraagstuk. Dat fixen we even met wat geoengineering. Het zijn eigenlijk allemaal reduceringen van het... de vraagstuk is ook alweer een te klein woord. Het is eigenlijk allemaal, het gaat over die subtiele manieren om de boel te verzachten en te verkleinen. Waardoor we er ons buiten houden en eigenlijk niet erkennen dat het een diep existentiële crisis is die enorm veel mensen, soorten, de vernietiging inbrengt. Ja. Ja. Vincent, zijn we eigenlijk als mens in staat om zoiets groots te bevatten als de verandering van de hele planeet? Oh, zeker. Ja hoor, absoluut. En dat is natuurlijk een van de frustraties van niet alleen van mezelf, maar ook van de meeste collega's, wetenschappers en dergelijke. We weten en begrijpen ongelooflijk veel. Ik bedoel dat het mogelijk is om gewoon zonder verlies van prestige te zeggen dat wij weten dat het heelal 13,8 miljard jaar oud is. Dat is die, gigantisch is dat. Niet alleen wat het heelal betreft, maar ook dat wij, een verder geëvolueerde aap, toch in zekere zin in staat zijn om dat niet alleen te bevatten, maar uit te leggen en waar te maken enzovoort. En dat uitleggen, goed, daar gaat Bas het straks over hebben, dat is natuurlijk weer een andere kwestie. Maar ja, wij kunnen dat wel. Alleen, dat heb ik in mijn eigen verhaal ook geprobeerd duidelijk te maken, wetenschap is heel vreemd. Want er is bijna niets in je dagelijkse ervaring wat je onmiddellijk toegang geeft tot de oorsprong en de oorzaak van dingen. Daar zit altijd een hele hoop laag achter. We hebben het er net al over gehad over een virus. Het is volstrekt onzichtbaar. Dus het kan wel, maar het maken van contact met mensen die dit niet als vak hebben, ja, dat is echt een heel apart iets.